Ik ben Janice Boekholt en ik schilder vooral in de techniek aquarel. Ik geef daar ook les in. En aquarel is een ontzettend spannend medium. Het heeft met pigment en water en dat samenspel van wat het op het papier doet en wat je er dan weer aan toevoegt. Daar blijft een hele tijd tussen zitten en het boeit enorm. Ik geef er ook les in. En lessen geef ik in Wassenaar, in mijn atelier. Ik woon zelf in het Benoordenhout. En hoe bent u er zo mee begonnen? Ik ben na mijn middelbare schooltijd naar de Koninklijke Academie voor Beeldend Kunsten gegaan in Den Haag. En daar heb ik, dat heette toen nog akte, toen haalde je een onderwijsakte. En ik heb jaren les gegeven op het Christelijk Lyceum in Leiden. En toen heb ik nog een heleboel jaren gewerkt in het gemeentemuseum. Ook bij de educatieve dienst. Dus het onderwijs speelt wel een grote rol in het geheel. Maar ik ben altijd blijven schilderen. Een bepaald thema wat u graag schildert? Nou, de laatste tijd is het heel veel honden en poezen ook eigenlijk. En huizen. Mensen die een mooi groot huis bewonen. En op een gegeven moment toch graag naar iets kleiners gaan. En willen dat afscheid toch een beetje op deze manier verlengen. Dat ze toch het huis nog een beetje meenemen. En hoe lang duurt een opdracht? Een opdracht? Ja, het hangt er een beetje van af. Ik ga vaak op locatie. Hè, en dat geldt ook voor die beesten die ik schilder. En dan ga ik het thuis wel uitwerken. En dan ben ik er zo'n beetje, hangt van de grootte af. Soms zijn het grote formaten. En dan is het zoiets van 2 weken, 3 weken. Die trek ik er wel voor uit. Want dat moet natuurlijk uitermate zorgvuldig gebeuren. Want iedereen heeft, denk aan je eigen huis, je weet precies hoe het in elkaar zit. Er mogen geen fouten gemaakt worden. Dus ik kom daar vaak op terug. Het moet niet stijf worden. Je moet het niet invullen. Het is geen ingevulde tekening. Het is ook niet zoals een foto is. Prachtig. Maar er moet een meerwaarde bij komen. Hè? Er moet een artistieke touch in waardoor het spannend wordt. En de spanning in een schilderij, dat bepaalt eigenlijk of het interessant genoeg is. En daar blijft het altijd bij. Pasuka nuni horonya ye.